In Galerie Artemisia, gevestigd aan de Ewal 98, is tot het einde van de week nog een mooie tentoonstelling te zien. De exposanten zijn Kobi Leentjes en Han Reder. Kobi Leentjes stelt bijzondere objecten tentoon gemaakt van oude voetballen. Han Reder is fotograaf. In het werk van deze kunstenaar draait alles om licht. Spelen met vormen zoals kleurige waterballonnen en smeltend ijs. En ook is er een nieuwe fotoserie te zien geïnspireerd op de lichtinval in nissen en vensters in eeuwenoude kerken. U hebt hier eigenlijk een tentoonstelling van foto's en schilderijen. Wat boeit u zo in de fotografie? Ja, wat boeit me zo in de fotografie? Omdat ik het gevoel heb, ik heb langzamerhand in de fotografie wel een beetje eigen taal gevonden. U staat vooral bekend omdat u ontzettend goed met licht overweg kan in uw schilderijen en in uw fotografie. Bijvoorbeeld hier hangen een paar foto's van nissen. Nissen, wat moeten mensen zich bij nissen voorstellen? Ja, nissen in oude middeleeuwse kerken. We hebben natuurlijk in Friesland en Groningen gigantisch veel kleine, vaak kleine middeleeuwse kerkjes. En daar zitten soms nog de oude nissen in, die sinds de wilde storm een beetje talibaneske periode in onze cultuur. Ja. En dat zijn dan lege nissen, maar het licht in die nissen is vaak prachtig. En dan heb ik ook nog wel eens het idee van, hé, er zou iets in moeten. Wat zou ik in die nissen willen zetten? Hè? Mijn eigen idolen, mijn eigen afgoden of iets dergelijks. Dus vandaar dat ik erg veel met nissen experimenteer ook. Nou, we staan hier nu bijvoorbeeld ook voor een schilderij wat inderdaad 17e eeuws aandoet. Heeft u bijvoorbeeld met zo'n stilleven en die prachtige gekrulde citroenschillen, heeft u daar een bedoeling mee? Want even verderop, hier zien we een zwaan die er eigenlijk net zo bij ligt in een nis. Wat boert u zo aan die tijd? Ja, ten eerste natuurlijk het vakmanschap van die schilders. Maar in dit geval is het dus eigenlijk vooral dat ik met dat licht wil spelen in die nissen. En die schilders die deden dat ook. Zoals bij die vruchten, stillevens. Hè, waar een tafel vol ligt vaak van met vruchten. En dan zijn er een heleboel van die vruchten, stillevensschilders, die een citroen pakken en die over de rand van de tafel laten krullen. Doodgewoon om hun vakmanschap te laten zien en hoe het licht speelt in die krul. En in de andere ruimte van deze galerie hangt heel ander werk. Kunt u daar iets over vertellen? Want dan gaan we daar nu even naartoe. Ja, nou ja, het is precies hetzelfde verhaal van het licht eigenlijk. Op dit schilderij zitten die druiven. Ja. Die zijn nou beslagen, ze zijn berijpt. Ah, omdat ik ze heb laten bevriezen. Oké. Okay. En dan komen ze uit de koelbox en dan maak ik de opstelling. En u ziet, en dan gaat het heel mooi berijpen. En dan krijg je zo die wittige uitstraling. En dat is met die ballonnetjes eigenlijk precies zo. Hier zijn we in die andere ruimte bij. Nou, de schilderijen zijn behoorlijk anders. En ze zien er ook heel vrolijk uit. Hoe hebt u deze gemaakt? Ja, hoe heb ik die gemaakt? Ik ben al een hele tijd bezig met ijs en licht. Ik heb veel foto's gemaakt ook van ijs in flesvormen en dan bij zonsopkomst, zonsondergang, nou ja, alle mogelijke lichtsituaties. En zo ben ik op een gegeven moment ook begonnen met het vullen van ballonnetjes met water en die laten bevriezen. En daar kun je ook hele mooie dingen mee doen om alle mogelijke variaties en avonturen van het licht vast te leggen. En dat heb ik hier in deze foto ook gedaan. Die ballonnetjes die zijn dus gevuld met water en daarna bevroren en daarna flink mishandeld. Dan weer eens een keer ontdooid en dan weer eens een keer zodanig dat je dat rubber ook gaat breken, krimpen. Dat je alle mogelijke gekke verschijnselen in het rubber krijgt.
En wanneer je dat uit de vriezer haalt en je legt het buiten, dan ineens dan zie je bijvoorbeeld dat het gaat scheuren. En dan trekt dat rubber zich terug. En ja, goed, dan krijg je dit soort variaties van licht eigenlijk door het ijs en door het rubber. En hier dus de het water, waterdruppeltjes en achtergrond met schaduw en ja, eigenlijk ook nog alle mogelijke variaties van licht. Was het ook de bedoeling dat het er daardoor zo vrolijk uit ging zien, of is dat een leuke bijkomstigheid? Dat gaat gebeuren. En als je dat ziet en daarmee bezig bent, dan word je vrolijk van. Ja, en dan denk ik, goh, mooi meegenomen. Fotografie zoals wat je hier nu in de Blokhuispoort ziet, dat grijp je bij de keel. En hier worden mensen vrolijk van. Dan zeggen ze, goh, dat is toch weer heel anders. Ja, voor het tegenwicht mogen ze wel eventjes ook hier langs gaan. Ja, zeker komen. Moeten ze zeker hier kijken. Ja. Gea Broers, eigenaresse van deze galerie. Jij staat naast een heel ander werk als van Han Reede. Van wie is dit? Dit is het werk van Kobi Leentjes. En ik heb het bij elkaar gezocht omdat de kunstenaars allebei aan het spelen zijn. Han Reede was aan het spelen met ballonnen. En deze beelden zijn allemaal opgebouwd uit voetballen. Ze tornt voetballen helemaal uit elkaar en de zeshoekjes naait ze dan weer aan elkaar in dezelfde gaatjes als waarin ze het losgetornd heeft. Want het is heel stevig leer natuurlijk. Soms wordt het gekeerd en geverfd, maar aan de basisvorm van dat zeshoekje doet ze niks. En nou ja, het is een prachtig beeld geworden. Ik bedoel, de verweerde leerhuid. Het is alsof het keramiek is en gekrakeleerd. Ik vind het zelf heel speels en heel mooi en heel goed passend bij de speelsheid van de ballonnen van Han Reede. Is het nu ook zo dat, Han Reede die doet het ook een beetje in het kader van het Noorderlicht. Ja. Daar heeft zij natuurlijk niks mee te maken. Maar hoe zoek je dat? Zoek je altijd zoiets uit, een soort twee tentoonstellingen? Ik heb heel vaak solo tentoonstellingen, want ik begin eigenlijk nu pas wat met beelden. Ik heb me daar nooit zo in verdiept. En nou ja, ik bedoel, je kunt maar één ding tegelijk tot je eigen maken. Hè? En ik ben nu met de beelden een beetje bezig. En als ik een duo tentoonstelling doe, moet het werk goed bij elkaar passen, vind ik. Anders dan moet je het niet doen. Ik bedoel, het moet wel goed tot zijn recht komen, allebei. Nou, het is hier wel goed gelukt. En het is een hele vrolijke tentoonstelling. Maar ik zie dat je ook ontzettend veel werk in stok hebt. Hoezo is dat eigendom? Of wat bestaat nogal wat? Doe je nog meer dingen als alleen een soort galerie zijn waar mensen binnen kunnen wandelen en dan de stukken die aan de wand zijn kopen? Of doe je ook nog iets anders? Ja, ik heb naast de galerie en de tentoonstellingen ook een kunstverhuurpoot, om het zo maar te zeggen. Daarom heb ik dus van zo'n 100 kunstenaars werk in stok. Mensen kunnen daar tussen kijken en ja, ze kunnen het huren. Ik heb heel veel op voorraad. De huur is eigenlijk veel breder dan de tentoonstellingen maken. En ik hoop voor iedereen wat wils te hebben.